We zijn regelmatig op het politiebureau om te praten over actuele zaken in ons dorp. Wat ik de laatste tijd veel in de krant heb gelezen is de babbeltruc. Kunt u daar iets over vertellen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, we maken er ook regelmatig persberichten over als dergelijke babbeltrucs plaatsvinden in de gemeente. En dat gebeurt de laatste tijd nog wel eens. Niet alleen hier, maar ook in andere gemeenten, Soest, Amersfoort. Ik bedoel, ze trekken de hele regio door. Wat je in de praktijk ziet, is dat men met name de oudere bewoners opzoekt in de gemeente. En daar hebben ze kennelijk wel een hele goede antenne voor, want meestal zijn de slachtoffers ook of ruim in de 80 of begin 90. En dan doen ze zich voor als medewerker van een elektriciteitsbedrijf of van het gasbedrijf. Soms als medewerker van een thuiszorgwinkel. En dan zeggen ze van ja, we willen even kijken naar de woonsituatie. Of we willen even kijken naar de tuin. Of kunnen we even bij u binnenkomen. Er zijn tal van mogelijkheden om mensen om de tuin te leiden, zeg maar, in die zin. Soms gebeurt het ook dat men vraagt om een glaasje water, of om even te bellen, of even in het telefoonboek te mogen kijken. Dat is alles maar met één opzet, men wil gewoon binnenkomen. Meestal werkt men ook niet alleen, maar met twee of met drie mensen. En terwijl één of twee mensen dan de bewoonster aan de praat houden, gaan een derde via de geopende deur naar binnen en die slaat dan zijn slag. In die zin dat ze de trap opgaan, de eerste etage opgaan, de slaapkamers gaan bezoeken. En op het moment dat de buit binnen is, dan vertrekt men spoorslags. En dan de slachtoffer vaak met heel veel ellende achterlatend. Wat je ook ziet in de praktijk, is dat er ook nog eens bankpassen worden weggenomen. En dat men dan op korte tijd daarna belt met de bewoonster. En dan zich voordoet als medewerker van de bank. En dan vraagt men of dat ze een nieuwe bankpas krijgt. En dan wil men de pincode weten. Nou, dat is een absoluut, moet je daar niet op ingaan. Op het moment dat de organisaties zich aan de deur melden, krijgt u altijd een vooraankondiging dat men komt. Bovendien beschikt men over een legitimatie, dus daar kan ook altijd naar gevraagd worden. En een bank zal nooit telefonisch met mensen contact opnemen om te vragen om een pincode. Dat doet een bank niet. Dus als dat gebeurt, is er vrijwel altijd sprake van oplichtingspraktijken. En heeft men maar één doel en dat is het benadelen van de bewoonster. Toch is bij mij ooit de meteropnemer gekomen, zomaar uit de lucht. En eigenlijk moet ik hem dus wantrouwen dan? Ja, eigenlijk wel. Ja, als er meteropnemers moeten plaatsvinden, dan hoort het zo te zijn dat dat wordt aangekondigd door het bedrijf, schriftelijk. Dan weet u dat u dat kunt verwachten. Een meteropnemer zal ook altijd het tenue dragen van het bedrijf en zal ook wel een legitimatie hebben. Bovendien kunt u ook altijd contact opnemen met het bedrijf. Klopt het dat deze meneer van uw bedrijf is en nu een meteropname gaat doen? Dus die mogelijkheden zijn er altijd. Essentieel is altijd, houd die personen buiten de deur. Loop niet even weg om water te halen. Houd ze buiten de deur. Gebruik eventueel een kettentje op de deur, zodat men niet naar binnen kan komen. Want als men eenmaal binnen is, dan is lijden in last. En nou is het toch gebeurd. Ik merk dat ik bestolen ben. Wat moet ik dan doen? Nou, in ieder geval ons in kennis stellen. Als het kort daarvoor is gebeurd, direct bellen met 112. Dat is het alarmnummer. Heel veel mensen denken, ja, maar 112, dat ga je toch niet bellen. Dat bel je alleen maar met ernstige ongevallen. Of dat bel je bij iemand die onwel is geworden. Of iemand die gevallen is. Dat is waar. Als elke seconde telt, moet je 112 gaan bellen. Maar 112 mag ook gebeld worden bij verdachte situaties. Nou, dit is nu zo'n verdachte situatie. Of een heterdaadsituatie. Een heterdaadsituatie wil zeggen dat het dus net gebeurd is. Op het moment dat het dus net gebeurd is, dan zijn die personen vaak nog in de buurt. En dan hebben we graag dat de mensen 112 bellen. Want dan kunnen we de auto aansturen of auto's. En dan zijn we ook binnen 10 minuten ter plaatse, gegarandeerd. In 95% van de gevallen halen we dat ook bij prio 1 meldingen, zoals we dat dan noemen. Ja, en dan heb je nog kans dat je die boeven, die dieven kunt betrappen en kunt aanhouden. En ja, dat je daar heel veel ellende mee voorkomt, ook aan heel veel zaken kunt gaan oplossen. Is het al langere tijd geleden, dat u er later achter komt? Dan is het ook zinvol om ons te bellen, want dan weten we in ieder geval dat het gebeurt. Dan kan ik als persvoorlichter daar een persbericht van maken, dat deze lui actief zijn. En we weten een beetje hoe het patroon gaat lopen, wat voor verhalen ze gebruiken om binnen te komen. We kunnen kijken naar andere gemeenten of er soortgelijke verhalen zijn, of het signalement overeenkomt. We kunnen er aandacht aan besteden in bijvoorbeeld een opsporingsprogramma, als Hengeveld, bureau Hengeveld. En dan weet iedereen van nou, dit soort lieden zijn actief. Okay. Dus altijd melden en ook altijd aangifte doen. We hebben het net gehad over het nummer 112. Ik heb altijd wat schroom om bij dit soort zaken 112 te bellen. Want ik denk dat het is alleen maar moord en brand, zeg maar eventjes.
Ik woon op een plek waar met name in het weekend nogal wat luidruchtige jongeren langskomen. Mag ik, als ik dan denk, het gaat fout, 112 bellen? Nee, absoluut. Het is een wijdverbreid misverstand dat 112 alleen maar gebeld mag worden voor ernstige ongevallen of iemand die onwel is geworden. Dat snappen we ook wel een beetje, want jaren geleden was dat ook zo. Alleen we zijn vooruit gaan denken. We hebben te maken gekregen met onveiligheidskwesties, meer criminaliteit. En we hebben gezegd van ja, daar moeten we wel iets mee. En toen hebben we besloten, dat is ook al jaren geleden geweest, om te zeggen van 112 gaan we niet alleen bellen voor dat soort dingen, maar als elke seconde telt. En dat geldt dus ook bijvoorbeeld bij een verdachte situatie. Dat kan zijn dat iemand door het achterpad loopt, iemand die door de straat loopt, die u niet kent. Een auto die heel langzaam voorbij rijdt, waar mensen woningen bekijken of foto's maken. Dat zijn verdachte situaties. Of iemand die tussen de auto's doorloopt en de raampjes schoon poetst om even naar binnen te kijken. Ook dat is een verdachte situatie. Maar ook de jongeren waar u het over heeft. Als u zeg maar woont aan een route in de omgeving, een horecagebied. En u hoort daar s'nachts een hele groep langs trekken. Heel luidruchtig en met veel kabaal. Dan is het alleszins de moeite waard om ons daarover te informeren via 112. Want wij zien ook op die routes vaak dat er vernielingen plaatsvinden. Of vandalisme. Of mensen worden bedreigd of mishandeld. Ja, en als we dan een melding krijgen, kunnen we in ieder geval de identiteit van die personen vaststellen. We kunnen hun namen en hun adresgegevens vaststellen. We kunnen gaan controleren of er iets vernield is. Ja, en dan krijg je wel invloed op dat soort delicten. Dus 112 is een belangrijk nummer. En bij de verdachte situaties altijd bellen.